online video. Ik ga niet met Dogman spelen. En ja, we zullen wel zien hoe het wordt. Ik hoop echt dat ik ga winnen. Zoals jullie kunnen zien heb ik het op Engels staan. Dat was gewoon hebben jullie het wat Engels gekregen. En ja, zo kan ik op een duur weer beter Engels. Want nu is het best moeilijk, vind ik. Omdat ik niet vaak Engels. FIFA speel ik altijd in het Nederlands. En als ik GTA in het Engels speel, dan. Ja, dan luister ik gewoon niet wat die zeggen. Dus ja. Het enthousiasme naar die eerste gewonnen partij was groot, maar winst ook vandaag, dat zou pas een echte droomstart van het seizoen betekenen. Ja, 6 punten uit 2 wedstrijden, dat zou geweldig zijn. En hier zien we de beginopstelling van de thuisploeg. Keeper in actie, ja, mooie duik en prima redding. Kagawa, En dan zal ik hem wel lezen en zal ik kijken of ik dat ga doen. Waarschijnlijk wel, dus. De bal valt voor het doel. Wie maakt het dan? En daar was er bijna weer een. Oh, ik moet de bal in de ploeg houden. Ik heb vandaag een match gehad en we hebben 5-1 gewonnen. Ander Herrera. We moesten tegen Tom. Ja, Schweinsteiger. En nu was het bijna goal. En Victarian. Ik had Gundogan. Een assist gegeven volgens mij wel, ja, maar niet gescoord. Want die stond een deel van achter en die aan Royce staat nu maar voor en die gaat binnen schieten, net of niet. Hoe kan Smalling sneller zijn? Smalling. Rooney probeert de bal af te pakken. Zo gratis. Kakawa. Oké. Pistje, wat doet die daar? Mata. Poeh, iedereen loopt niet waar ze moet. Iedereen loopt waar ze niet moeten lopen. Waar is Royce eigenlijk? Kakawa. Zet hem op de flank. Daarom moet hij staan, daar. Voordat het echt gevaarlijk wordt, komt er een verdediger tussen. We kijken uit naar een strijd tussen twee gelijkwaardige teams hier. Als Manchester United meent de wedstrijd te kunnen domineren, dan wens ik ze erg veel succes. Die bal is de lijn gepasseerd. Inworp dus. Ja. Ander Herrera. Nu heb ik hem. Zie die tackle is correct. Prima gedaan. Victarian. Gundogan. Gaat hij het nu doen? Aubameyang. Ja, dat is het. En wat doet hij dat toch mooi daar. Geen brute kracht, maar gewoon puur op techniek. Ja, geweldig gedaan. Heel bewust afgemaakt. Ja, geweldig techniek. Valencia. Schweinsteiger. Schmelzer. Ja, Pischek. Fout. Ander Herrera. Oké, Hummels. Het is nu naar Bayern, dus eigenlijk maakt het niet. Nee, daar gaat het balbezit en meteen weer druk zetten. Maar zo'n kutse moet je geen vrienden hebben. Manchester United krijgt een hoekschop. En de rode. Maar dat kan er niet gekregen. Dus, dan speel ik ook met Hummels. Oké, Gundogan. En hier gaat Royce krijgt hem nu. Die legt hem terug over. Gaat dit spel. En de keeper pakt die bal. Hij speelt graag een randje van buiten spel. Maar dan moet je timing wel goed zijn natuurlijk. Ja. Schweinsteiger. Lopen Royce. Ander Herrera. Oké.
Borky. Gundogan. Mkhitaryan. Ah, dan mag de Mal ook niet meer spelen. Het is naar Man United. Hij speelt in Man United. Man United gaat er dus voorzichtig zo goed worden. Ze hebben Pogba, ze hebben Zlatan, Mkhitaryan. Overtreding gezien als door de scheidsrechter. Als ze nu niet kampioen worden, hè, dan hebben ze echt pech. Want ze hebben zo'n goed team. En ja, Pogba en Zlatan zijn allebei gewoon om kampioen te spelen. Want PSG en Juventus, ja, twee keigoede clubs. Ze spelen keihard kampioen. En dan moet ik gewoon scoren. De bal raakt de keeper en gaat alsnog over de lijn. Ja, zo kan het natuurlijk ook. Geen blinde uithaal, maar een subtiel schot. Daar komt de doelman net niet bij. Nee, even, dit was een geweldige goal. Zonde van die rustige opbouw. Nu zijn ze de bal alsnog kwijt. België tegen Spanje was echt. David Silva van Spanje, die was echt lekker bezig. Schmelzer. De penalty scoort en gewoon een dikke actie gescoord. En dan met Royce nog eens. Van binnen Royce. Kap terug Royce. Lekker Royce. Lekker Royce. En als je dit. Oké, Weigel. Ik ben nog een jongen. Ander Herrera. Oké, Hummels. We gaan je snelheid testen. Nee, we gaan je snelheid niet testen. Ja, en nu? Bal gestopt, maar kom terug. Speel. En taats. Wie is daar? Er is gewoon niemand. Echt niemand. Schweinsteiger. Dat kan niemand. Dat kan echt niet. Nee, dat mag niet. Het ziet er gevaarlijk uit. Score! Wie is daar? We laten we die goal nog maar eens bekijken. Mkhitaryan. Mkhitaryan. Dat kun je niet beter. Echt Gundogan. En daar gaat Gundogan. Biszczek. Marcos Rojo. Schweinsteiger. Mazel. Zijn goal nog even mooi in beeld gebracht hoor. Bah. De speler krijgt de bal in de 16 tegen zijn vrede. Gaat die mazzel? Bal in de linkerhoek. Oh, dat is aardig. Maar die heeft een stukje van zijn deken gegeten. Kakawa. En dat is er nu weer terug uit. Okay, de eerste helft zit erop en de stand is 2-1. Mazzel, kom naar buiten. Kom naar buiten. Van hem hebben we genoeg goede acties gezien in de eerste helft, Jury. Nou, persoonlijk vind ik dat hij het niet slecht gedaan heeft in de eerste helft. En hij heeft zijn doelpunt te pakken. Maar de rest van de ploeg liet het een beetje afweten. En daardoor staan ze nu achter. Oké, ik ben terug. Dat is vies. Muurpapier. Wow, dat was niet echt vies. Oh, het match begint. Nou, er is wel weer genoeg gezegd in de rust. Doe het niet, even tijd papier voor de tweede helft. Die zojuist is afgetrapt door Manchester United. Schweinsteiger. Oké, ik ben terug. En ik heb de bal. Dat was vies. Royce. Kom, echt zo'n brok. Ik heb hem nog even buiten gelaten. Dus ik zal de duivel even. Foutje uit. Kom je. We zullen de duivel even. Waar? Royce. Marco. Royce. Ja.
maar waar komt hij terecht? Oh, ah. Dat was vies. Mooi boy. Mooi boy. Ja, nee. Ja. Weigel, kan je schieten? Nee. Die bal gaat ver naast. Zwak geschoten, zeg. Schmelzer. Bal nu in handen van de tegenstander. Schmelzer. Hij heeft volop afspeelmogelijkheden. Daar. Nee, die voorzet komt niet aan de bal. Komt iemand, komt kort. Dat is een hoekschop. Speel ik in, wie is het? Mkhitaryan. Wat hij doen? Gaat hij wisselen? Verder zijn we toch nog eens. Bal is over de lijn ingegooid. Dat is echt vies. Wordt hij nu al naar de kant gehaald? Ah, dat is wel een goede publiekswissel, toch? Ja, misschien sparen ze hem, want hij heeft echt geweldig gedaan vandaag. En hij heeft niks ook wel even een applaus in ontvangst. Nee, Biszczek. Waar langs de lijn? Mkhitaryan. Mkhitaryan. Ja, lekker zo'n tackle op de flank en dan weer balbezit. Mkhitaryan, je bent Mata. Slecht bezig. Jongen, jongen. Eens dus kijken of de scheidsrechter een kaart trekt. Kom, mijn bal. Ik ga wissels hebben. Om tafel redden. En Ramos te vinden. Ramos is beest. Gundogan. Snel. Pace. Mkhitaryan. Mkhitaryan. Gewoon langs de lijn. Ik doe echt gewoon zo. Slimme ingreep op het middenveld en wisseling van balbezit. Marco, Royce. Marco, Royce. Hij ging voor zijn tweede, maar de keeper werkt daar niet aan mee. Ja, dat was goed gedaan door de keeper. Die bal gaat uit en we krijgen een hoekschop. Ja, die zit. Wordt dit het begin van een nieuwe aanval? Ja, die zit. Dan schiet hij. En dat is een corner. Kom nu uit de bal. Met Mkhitaryan. Ramos. Zal ik er nog iemand opzetten? Ja, Castro, Weigel, die kan niet schieten. De trainer neemt kennelijk geen genoegen met een kleine overwinning. Hij wil meer, gelet op deze wissel. Ja, hij zet er een aanval erbij, ik vind het wel gedurfd. Kijk, hè, corner, voorzetje en binnenkoppen, zo doen we dat hier. Maar niet vandaag. Biszczek! Ja, en hier, die zit. De Gea, wil de power. Opnemen. Met de vuisten weg ermee, zo denkt de keeper. Kagawa, ja, als je die niet had gewonnen, dan was het boos geworden. Kagawa, fout, kom, scheids. Scheids, joh, ik heb niets van die bal. Echt, ja. Sneerlijk, ja. Dat duel wint hij glanzend. Zo gratis. Nou, de vrije trappenspecialist mag aantreden. Ik ben gisteren en donderdag naar school moeten gaan. En ja, hij zit er goed bij en heeft de bal te pakken. Prima redding. Ik heb alles gehad. Zoals ik al gezegd had van Engels. En ik dacht net Valencia. Dat hij morgen school was. Ik dacht echt dat het school was. Jan. En ik zeg zo tegen mijn papa. Ik heb een tastbaar gehad voor morgen. Royce. Zo morgen. Morgen is niks. En ik zeg zo. Het is zondag morgen. Hij weet zijn tegenstander van de bal blij, af te houden en helemaal door. Blij dat hij gaat ervoor. Een dikke actie met Royce. Die bal gaat achter, dat wordt een corner. Ik weet niet, die zit niet. En nu ga ik eens skill doen. En die staat helemaal vrij. En Castro gaat hem schieten. Loei hard, een gevaarlijke situatie. Castro. Prima actie van de doelman. Gundogan. Ramos. Oh, Ram. Marcos Rojo. Schweinsteiger. Kan toch niet scoren. Oh, ze zijn de bal kwijt. Huppakee, ik heb hem nodig. Die komt er met de bal uit. Oh, waar? Nog maar 10 minuten te gaan. Ja, nee, ja.
En Manchester United kan het de tegenstander lastig gaan maken met deze vrije trap. Ja, dat is mijn bal. Komt het toch niet waar? Zo'n manier. Ik vind het niet eens. Vrije trap op een belangrijk moment. Als die binnen trapt, hè, moet hij los. En hier zien we het aantal overtredingen. Maar die trapt in je binnen. Kijk maar. Hey. Dat had de gelijkmaker moeten zijn. Gedaan, hè? Alleen. Mooie poging, hoor. Dat was een belangrijk doelpunt geweest. Maar ja. Met Royce. En zit. Zo'n Dueda. Oké, Ramos. Oh, was dat een bom? Oh, wat deed hij? Valencia. Ja, kom, die is voor mij. Gooi eens bij je moe of zo. Mata. Ja, die heeft geen conditie meer. Gaat er gevaar uit van deze vrije trap voor Manchester United? Hey. Bal is voor de keeper. Oh, Boskas. En Ramos, ga je lopen? Nee, ik ga hem passen. Oké. Schmelzer. Die bal gaat er niet in en dat was de kans om het verschil op 2 te brengen. Spannend blijft het wel zo, Juri. Ja, die bal had erin gemoeten, Evert. Dan was de wedstrijd misschien gespeeld geweest. Ramos. En hier gaat hij. Adrien Ramos. Goeie tackle, hij heeft de bal te pakken. Check. Dus snel vertrokken en dus afgelopen voor het spel. En dan is het daar fake shot. Bibi. Check. Dankie. Daily Blind. Ja. Ik heb het. Morgan Schneider. Oh, dat kan je niet kappen. De wedstrijd zit erop. Het is 2-1 geworden. Oké. Mensen, dit was het voor vandaag. Mijn Ronnie! Sorry dat ik al lang niet meer heb geüpload, maar ja, ik was gewoon te lui. Veel te veel gewoon gespeeld. Ultimate Team. Als jullie mijn Ultimate Team willen zien hoe ik speel en zo met mijn team, dan moet je het maar hieronder zo in de comment zetten. En ook zeker niet die blauwe duimpje zo omhoog, vergeet niet vergeten. En see you later. Doei. 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 Doei.